gaan beginnen met een hoepelworkout. In deze hoepelworkout ga ik ook mijn hartslagmeter gebruiken. Zodat ik aan jullie kan laten zien hoeveel calorieën je verbrandt met een hoepel. Zo, oké. Hij gaat al best snel omhoog. Ik spring al meteen naar een hartslag van 130. Dit is een hoepel van 2 kilo. Je kan ze in verschillende gewichten kun je ze bestellen. En ze gaan volgens mij 2,5 of nog 1,5. Als je er net mee begint, dan adviseer ik om te beginnen met 1,5. Want het kan zelfs zo zwaar zijn, heftig zijn in het begin, dat je er blauwe plekken van krijgt, heb ik gehoord. Ik heb dat nog niet gehad, maar ik ben ook wel erg gegeten. Ik voel wel echt dat mijn hele koor heel erg gebruik. Mijn buikspieren. Ik zit nu op een hartslag van 158. Dus die gaat echt wel hard omhoog. Het blijft een beetje wel hangen, rond de 150, 153. Dus als ik dit tempo aanhoud, dan blijft het daarop zitten. Nou, dat zal dus betekenen dat je, als je dit gewoon even tijdje volhoudt, dat je gewoon echt een goede buikspier voor workout heb. En ik voel zelf dat ik een beetje mijn benen aan het trainen ben. Omdat ik elke keer als ik dus de hoepel ronddraai, dan zet ik mijn hakken in de grond. Dan span ik eigenlijk ook mijn benen op de grond heel erg aan. Ik ben nu 2,5 en 3 minuten bezig. Ik ga door tot 5 minuten. Dat is motivatie om vol te houden. Blijf ik hier kijken naar de tijd. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om gewoon een stopwatch of een wekkertje aan te zetten. En dan 5 minuten door te blijven gaan. Vind je dat nog moeilijk, dan kan je natuurlijk ook rustmomentjes inbouwen voor jezelf. Dat je bijvoorbeeld 2,5 minuut doet en dan even rust en dan weer 2,5 minuut. Ik zit nu op 3,5 minuut. Ik zie al een hele rode streep op mijn buik. Misschien had ik deze oefening beter niet aan het begin kunnen doen van alle workouts. Oké, 4,5 minuut. Nog een half minuutje. Ha ha ha.
kunt deze hoepel trouwens ook bestellen in de video, in de link onder deze video. Ja, ik sta 5 minuten. 5 minuten, precies. Pauze. Dit is mijn buik. Die heeft een beetje zwaar gehad. Maar het is natuurlijk super leuk als je gewoon zo'n hoepel thuis hebt liggen. En je hebt even iets gegeten wat je denkt van, oh nee, wat heb ik gedaan? En dan maak je gewoon een afspraak met jezelf van, nou, 5 minuten is 50 calorieën. Weet je wat? Wat ik nu heb gegeten, dat was bijvoorbeeld 150 calorieën. Ik ga dit gewoon even een kwartiertje doen en weg, verbrand. Vergeet je niet te abonneren, zodat ik jou kan blijven motiveren.